Nu lezen we de tekst samen. 1, 2, 3. Ping pong. Haal jij de tuinslang aan? Zegt papa. Dan spuit ik het gras kletsnat. Er ligt een grasveld in hun tuin. Maar elke grasspriet is kurkdroog. Er valt al een maand lang geen regen. Ann loopt naar de schuurdeur. Ze wil de tuinslang pakken. Dan klinkt de bromstem van Pepe. Zeg, buurman, roept hij. Het is weer zo ver, denkt Ann. Tijd voor pingpong met woorden. PP staat vlak bij de schutting. Zijn voorhoofd is nog net te zien. Het is alsof zijn hoofd als een ballon rondzweeft. Ann vindt het een knotsgek gezicht. Zeg het eens, buurman, zegt papa. Wat ik mij afvraag, zegt PP. Is er hier in de buurt iets te doen? Iets leuks om naartoe te gaan. Wanneer wil je een uitstapje maken? Vraagt papa. Zondag, zegt Pepe. Dat is er echt een dag voor. Even mijn denkhoofd aan het werk zetten, zegt papa. Dat zegt hij altijd als hij iets niet meteen weet. Ans vader is soms echt een grapjas. Wat dacht je van een fietstocht, zegt hij. Het landschap in de buurt is heel mooi. Fietstocht, hoort aan haar vader zeggen. En haar denkhoofd begint meteen een plan te maken. Kind.